We hebben het nieuwe actieplan Binnenstad hebben we gepresenteerd. We hadden eerst een ander actieplan. Hartje Nijmegen, ook voor de binnenstad. Hebben we 50 ideeën hebben we opgehaald. Dat hebben we in 2 jaar tijd hebben we dat uitgevoerd. Vanuit de coronatijd hebben we dat gedaan. En we hebben, het was zo'n succes. En bewoners, ondernemers, bezoekers voelden zich zo betrokken dat wij een nieuw actieplan hebben gemaakt. En het nieuwe actieplan, 18 plannen, die willen we tot uitvoer gaan brengen om te zorgen dat er nog meer verbinding is. Dat we kunnen laten zien dat we een hele sociale stad zijn, dat we een hart hebben voor ondernemers en dat we vooral deze binnenstad bruisend, bloeiend en heel mooi willen maken en vooral met elkaar. Alle burgers konden hun ideeën opsturen. Zo heeft de gemeente heel veel plannen gekregen. Een hele hoop ideeën die waren dezelfde. Bijvoorbeeld de stadshopper, daar vroegen heel veel mensen vroeger daarna. Maar die ideeën hebben we opgehaald online. We hebben hier in deze Marienburgkapel hebben we gestaan om te zorgen en met mensen te praten en ideeën uit te schrijven met elkaar. En we hebben ook nog ideeën van ondernemers hebben binnengekregen. De wethouder, die vindt natuurlijk alle gekozen plannen goed. Maar degene die mij toch het meeste aanspreekt en die staat daar ook op. En dat is toch het vergroenen van Marienburgplein. Als we nu zien dat wij hier een heel stenig plein hier hebben, met heel veel hoge panden, dan is het heel erg goed, vooral in de zomer, om te zorgen dat we veel groen aanbrengen. A, dat zorgt voor vergroening. Mensen zijn graag in het groen. B, het zorgt voor verkoeling. Alle gekozen plannen gaan uitgewerkt worden. Maar dit gaat de gemeente niet zelf doen. Die gaan uitgevoerd worden door ambtenaren, maar vooral ook door bezoekers en bewoners zelf. En de ondernemers natuurlijk. Want als je goede plannen hebt, moet je ze met elkaar uitvoeren. En in gezamenlijkheid uitvoeren. En dan weet je ook zeker dat ze goed gedragen worden. En als ze goed gedragen worden, betekent het ook dat een goed plan blijft. En dat die doorgevoerd gaat worden voor iedereen en door iedereen.